Hartelijk welkom bij de ronde tafel van conflictstress naar levensgeluk. En vandaag gaan we het hebben over stop de allergie op je ex. Met andere woorden, hoe belemmert emotie in de toekomst? Ik praat met Kitty Duel en Eva Fabius. Dat is nog een hard werk. Stop de allergie op je ex. Nou ja, het lijkt me makkelijk. Maar zo makkelijk zal het vast niet zijn, Eva. Nee, ik denk dat dat heel moeilijk is om zomaar dat als een opdracht mee te geven. Stop de allergie richting je ex. Ja, want, maar ik denk wel dat het je veel oplevert. Want wat kom je in de praktijk tegen? In het denken over de ex en omgaan met de ex? In de praktijk kom je tegen dat er eigenlijk een grappige, of nou ja, niet grappige, verschuiving is van de aandacht die de ander opeens krijgt. In de relatie is dat bij wijze van spreken 20% geweest aan het einde van de rit. Mm-hmm. En zodra de scheidingsmelding is uitgesproken, lijkt dat opeens 80% te worden. Wat doet dat met mensen? Dat je heel veel in je hoofd gaat zitten. Heel veel denken. Gedachten hebben de neiging om negatief te zijn. Negatieve scenario's de ronde te laten gaan. Waardoor je in een soort groef terechtkomt die eigenlijk alleen maar negativiteit brengt, somberheid brengt, zuurte brengt. Wat denken mensen dan in negatieve scenario's? Hij wil me kapot maken, zij wil me kapot maken, kind van me afnemen, me financieel te gronde brengen, heeft vast al een ander, had al een ander. En dat is dus voornamelijk negatief. Hoe verklaar je dat? Omdat eigenlijk zo het brein werkt. Dat je, je maakt heel veel gedachten aan op een dag en heel veel zijn negatief. En op het moment dat je dat doorhebt, dat je daar bewust van bent, van hey, ik zit nu in een soort van loop. Ik ga dat stopzetten. En hoe kun je dat stopzetten? Dat is door eigenlijk gewoon echt letterlijk met je handen aan het werk te gaan en een blokje om te gaan lopen. Om weer in je lijf te gaan zitten. En, dat je, en weer uit het hoofd. Een beetje uit het hoofd, want het levert je uiteindelijk niks op. Maar dat is een logische. Hè? Maar Kitty, hoe zie jij dat in jouw omgeving? Het zou zo mooi zijn als iedereen dat gewoon meteen kon. Nou, ik denk dat het in ieder geval een automatisme is om de omslag te maken van allergie naar iets neutraals. Want het woordje allergie, dat... Ik neem aan dat ieder mens dat wel eens weer ervaren heeft. Misschien niet naar een partner toe of naar een ex toe. Maar we ontwikkelen allemaal onze eigen allergieën tegen iemand die juist op iemand lijkt of acteert. Op dezelfde wijze als iemand uit het verleden waar je tegen je niet op kon. Wat gebeurt er bij een beëindiging van een relatie? Of zelfs in de voorfase, je hoeft het nog niet eens gemeld te hebben, is dat je bevestiging zoekt van jouw keuze om dan maar de knoop door te hakken. Dus, en daar krijg je dan dat automatisme in, zoals van, zie je nou wel, dat doet hij nou altijd, of dat doet zij nou altijd. En daarmee vergoeilijken dat je pijn doet aan iemand anders, of misschien aan de kinderen, of wat dan ook. Dus die allergie, die helpt je misschien in eerste instantie om een knoop door te hakken, maar die gaat zich tegen je keren doordat je focus daarop blijft hangen. En daarmee maak je je eigen leven, maar ook het leven van de mensen om je heen, erg lastig, want die moeten daar ook maar allemaal mee omgaan. Nou, neem de kinderen, als we dan over kinderen in deze situatie hebben, die worden geconditioneerd. Want ja, je vader ook altijd, of je moeder ook altijd. En zeg maar niet tegen je moeder, of nee, mag papa, hoeft papa helemaal niet te weten. En dan denk je, die arme kinderen, die worden of geplet tussen de meningen van de ouders, dan wel uit elkaar getrokken. Want ja, dit mag ik niet tegen mama zeggen, dat mag ik niet tegen papa zeggen. Opa en oma, die hebben ook nog een eigen mening. Je kunt niet goed doen in die situatie. En het trieste is dat als je zo gefocust bent, dat de valkuil is dat je iemand in een volgende relatie zodanig herkent, dat je in dezelfde valkuil stapt. Dat het dus bijna een spiegelbeeld, of tenminste het evenbeeld is
van degene die je nog net hebt achtergelaten. Puur op herkenning. Dus het is ook van belang om te erkennen, zo van oké, wat doet dit met mij? Om dat af te leren om schoon een nieuwe relatie weer in te kunnen. Want anders dan... Want anders zoek je gewoon weer dezelfde type. Je zoekt het niet, maar je krijgt het wel aangeleverd. Ja. En dat herken je. Ik heb een hele gekke situatie meegemaakt tijdens de vakantie. Dat was een dame die bij ons aan tafel zat. Was gescheiden van haar eerste man. Inmiddels weer gehuwd met iemand anders. Was overigens niet datzelfde ongezonde beeld. Maar ze had het de hele reis over die eerste man. Dus ik niet zo vroeg. Hoe doe jij je huidige partner tekort door het constant je focus te hebben op notabene iets slechts, iets negatiefs uit je verleden? Ja. En dat zie jij, neem ik aan, ook heel vaak. Zo van, waarom leggen we de focus nou op iets negatiefs in plaats van dat we leren van de situatie en een betere toekomst voor onszelf en onze omgeving creëren? En het lijkt ook allemaal zo logisch, maar het gebeurt dus heel veel niet. Wat doe jij eraan om dat te keren? Enerzijds even inhakend op jouw voorbeeld, Kitty. Ik zeg ook tegen ouders dat het onaantrekkelijk is om zo in die negativiteit te blijven hangen. Dus je zegt het gewoon? Je zegt het gewoon en dat is grappig, want je ziet dan vaak zo'n Adamsappel naar boven schieten van oeps. Dat is eigenlijk niet wat ik wil, hoe ik mezelf neer wil zetten. En ook... hoe je iemand daarbij helpt is om het perspectief helder te krijgen van waar wil je wel naartoe. Want dat negativiteit, dat is dus vroeger. Dat is die relatie die over is. En op het moment dat je daar met één been in blijft staan, is je weg niet vrij voor een volgende stap. En dat hoeft niet eens per se een relatie te zijn. Mm-hmm. Maar laat gewoon een onbeschreven blad hebben als je volgende levensfase. En om dat invulling te geven, is het goed om vanaf nu verder te gaan. En daarbij mag je voelen wat je voelt, want je voelt ook wat je voelt. Dus het heeft niet zoveel zin om dat niet meer van jezelf te mogen. Alleen heb wel door dat het voelen van emoties, van, dat is pijn, ik heb die allergie, want... ik heb me nooit gehoord, gevoeld of wat dan ook. Dat is prima, daar kun je dan wat mee doen. Maar puur slecht praten over iemand, dat gaat je gewoon niet helpen. Dat is en inderdaad onaantrekkelijk voor je omgeving. Mensen willen graag je bijstaan in een verdrietige periode. Maar dat heeft ook een houdbaarheid. En dat zet mensen aan het denken. Want dan zie je ze toch denken van jeetje, oh jee, ik heb vorige week zaterdag nog echt 2 uur mijn beste vriend aan de bar staan vermoeien met... verhalen over mijn ex. En op een goed moment moet je dat, denk ik, is het helpend voor jezelf om je dat te realiseren. Plus, gooi niet het kind met het badwater weg. En dan bedoel ik, je hebt ook een goede periode met elkaar gehad. Want anders was je waarschijnlijk niet in die relatie gestapt. Behalve dan in een beperkt aantal zeer trieste gevallen. Dus die laten we nu even buiten beschouwing. Maar je bent verliefd geweest, je bent getrouwd, je bent bij elkaar geweest voor een aantal jaren. Nog meer, er zijn kinderen gekomen uit die liefdesrelatie. En dan ga je alles wat in die achterliggende periode is, ga je helemaal afbranden. Zo van, ja, ik wou dat ik hem nooit was tegengekomen, maar dan had je je kinderen ook niet gehad. Wat voor boodschap geef je je kinderen mee? Dus, en dat is waar wij dus proberen iedereen in te ondersteunen. Dus of nou, haal het goede uit datgene wat de relatie heeft gebracht. Daar zat kennelijk een uiterste houdbaarheidsdatum op. Hartstikke triest, had je niet op gerekend, maar hartstikke triest, is gekomen. Maar waarom moet je dan een deel van je leven weggooien? Dit is goed, dat was minder. Daar gaan we dus nu een nieuwe, betere toekomst voor vinden. En waarom zou jouw betere toekomst gebouwd moeten zijn op het afbranden van iemand anders? Dat lijkt me erg ongezond. Ja. Stop de allergie op je ex. Ja. Dankjewel. En tot zover de ronde tafel voor deze keer. Graag tot de volgende week.
Thank you.